Je denkt, ja, Mohamed Bouyeri werd in de gaten gehouden. Dus je woede richt zich dan ook op de AfD. Maar Bouyeri, jullie hebben er ook bewust voor gekozen om Bouyeri en de rest van de groep niet echt centraal te stellen in de film. Nee, althans in niet zichtbaar. Ja. Is dat dan, bagatelliseer je de rol dan niet te veel van Mohamed Bouyeri? Nee, juist niet. Want het gaat natuurlijk voortdurend over hem. Want daar gaat de film over, inderdaad. Maar we vonden het gewoon niet interessant. Hij zelf is Mohamed Bouyeri niet interessant. Het is een fundamentalistische mafkees. Waar verder niet mee te praten van. Dus is het ook geen interessant karakter voor een film.